De wereldbevolking groeit deze eeuw zo zeer dat we met z'n alle benen van de planeet af zullen barsten. Dat is het gangbare beeld. Maar intussen heeft zich een stille revolutie voltrokken. Het boek Volksbeving vertelt daarvan het verhaal. Volgens de oude theorie hebben arme mensen grote gezinnen. Maar kijk eens naar deze gezinnen met hun spullen uit 1993. India, vier kinderen. Soweto, Zuid-Afrika, vier kinderen en twee oma's. Vietnam, drie kinderen. Thailand, nog maar twee kinderen en een hond. Duitsland, twee kinderen. Italië, één kind. Steeds minder kinderen, is dat het patroon? We vragen het Fred Pearce, de auteur van Volksbeving. Women today are having half as many children as they did a generation ago. Their mothers had five or six children. Women today are having typically between two and three. Women are taking the chance to have fewer children. In the old days, they had to have five or six in order to produce two for the next generation. But now most children survive, so women can have two or three children, and that's enough, and then they can get on with a life outside the home. So the reproductive revolution is becoming a, a feminist revolution as well. This is starting to happen. We can see it clearly in Europe, we can see it in countries like Japan, and soon China, the world's most populous country, will have more old people than anywhere else on the planet we're going to be manufacturing fewer things in future we're going to need many more people to look after the old but i think old people will become an asset as well we need to keep old people fitter for longer so that they can contribute more to our society that way old people won't be a burden they'll be a real resource for the future schools are going to get smaller we're going to have fewer schools And more old homes. Van de achterbuurten van Mumbai tot het kleine Singapore, op de meest onverwachte plaatsen trof Fred Peers de voortekenen van krimp. De bevolkingsbom is definitief onschadelijk gemaakt. Het boek Volksbeving heeft dan ook als ondertitel van babyboom naar bevolkingscrash. Volksbeving is fascinerend en leest als een trein. Wie de wereld van morgen wil begrijpen. Kan niet om Volksbeving heen. Koop het in de boekhandel of bestel het op www.hitte.nu.